Ja. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn die sneeuwen op? Even kijken, waar ligt hij ergens? Met de thee. Met toch? De thee, ja. De... Ja, helemaal. Ik zie hem, ja. Nee, super. Kijk eens, alstublieft. Goedemorgen. Je bent de gastvrouw nu? Ja, klopt. Je werkt bij het vrijwilligersinformatiepunt. Maar wat is er vandaag hier te doen? Nou, vandaag hebben we een bijzondere dag. Het is de tweede editie van de Live Cooking Lunch Buffet als waardering voor de inzet van de vrijwilligers in onze gemeente. Mm-hmm. En is het druk? Nou, dat kun je wel zeggen. Ja, er zijn vanochtend komen er gemiddeld 100 vrijwilligers. En er was zoveel animo voor dat we 2 extra dagen erbij hebben kunnen plannen. In samenwerking met Van der Valk. Dus dat betekent dat er 4 live cooking lunchbuffetten zijn. Dus dat houdt in om en erbij 400 vrijwilligers. Ja. En dat gebeurt ook nog eens naast andere waarderingsactiviteiten die we deze week hebben. We zijn heel blij dat we dit jaar weer een evenement kunnen organiseren zoals dit. Afgelopen jaren hebben we natuurlijk wat hinder gehad van de corona, maar dit jaar mogen we weer wat met grotere groepen bij elkaar komen. We vinden dat jullie dit ook dubbel en dwars hebben verdiend. Met jullie inzet voor de ander, voor de samenleving van Zuidplas. En we hopen dat jullie het met elkaar heel gezellig gaan hebben. Dat jullie genieten van het heerlijke eten. En ik wil ook in het bijzonder welkom heten wethouder Frans Klovert, namens gemeente Zuidplas hier aanwezig. Die ga ik zo het woord geven, want hij zal ook jullie toespreken namens de gemeente Zuidplas. Welkom. Ook namens de gemeente Zuidplas. Ik ga het niet zo lang maken, want iedereen gaat lekker aan de lunch. Dat lijkt me veel beter dan een gesprek van mij. Maar ik wil in ieder geval het volgende zeggen. Jullie, en dan kijk ik echt jullie allemaal aan, zijn het cement van onze samenleving. Zonder vrijwilligers in Zuidplas zou er bijna niks gebeuren. Dus als je wel eens twijfelt over wat ben ik allemaal aan het doen, de waardering vanuit ons, vanuit het college, maar ik weet ook vanuit de gemeenteraad, is enorm voor wat jullie allemaal voor ons, voor onze samenleving doen. Onderschat dat alsjeblieft niet. Het is super om te zien dat zoveel mensen met zoveel enthousiasme overal vrijwilligerswerk doen. En ik vind het mooi om te zien dat iedereen hier nu bij elkaar is. En ik vind het een mooi moment om onze waardering uit te spreken voor wat jullie allemaal doen. Daar wil ik het eigenlijk bij laten. Ik wens iedereen een hele prettige, gezellige lunch. En we komen vanzelf elkaar ergens tegen. Want ik ben een wethouder die papieren heel fijn vindt. Maar toch liever in de praktijk even komt kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Dus we gaan elkaar ongetwijfeld nog zien. Dank daarvoor en een enorme waardering voor wat jullie doen. Dank jullie wel. Ik vond het super gezellig. Ja? Heeft je lekker gegeten? Ik heb heerlijk gegeten en het was heel gezellig. Ik vind het heel erg leuk om als vrijwilliger zo even bij elkaar te zitten.